Nou, we gaan lekker vloggen vandaag. Ik ben benieuwd. Dit is de derde keer dat ik de workshop geef, maar dit is ook de eerste keer dat ik een statief gebruik, de 4K-camera gebruik en andere middelen die ik ga gebruiken. Ik heb een soort lesje gemaakt. Kinderen mogen een beetje zelf kiezen wat ze gaan doen. Eén daarvan is vragen beantwoorden via deze camera. En daar ga ik een leuke film van maken en die komt online. Het is handig om... Vaak kijken mensen hier naartoe, hè? Maar als je echt met internet bezig bent, waar kan je dan het beste kijken? Hier, in de lens. Want daar, dan lijkt het net alsof je de mensen aankijkt. Ik zet hem straks gewoon daar neer en dan mag je hem gewoon aanzetten. En dan kan je een van de vragen die daar ligt, dat is kletspost, kan je beantwoorden. Hoi allemaal en welkom bij deze gloednieuwe video. Ik ben Sophie en dit is... Smee. Bedankt voor deze gymnastiek oefening, Smee. Nou, we gaan nu beginnen met de vragen uit de kletspost. Oké, ik pak een kaart. Ja. Deze kaart is het. Hier staat op, ben je iemand die houdt van lekker uitgebreid koken of ga je meestal voor makkelijk? Kom even. Oh ja. Ben jij dus iemand die houdt van uitgebreid koken? Zeker. Maar ik kook niet zelf. Ik kan niet zelf. Oké. Dat was de eerste vraag. Ja. Wie was jouw eerste liefde? Is nou, ik heb geen eerste liefde. Ja, jij? Ja. Ik heb geen liefde. Ik lief het liefst op mijn rug en op mijn zij, allebei. Lol. Oké. Soms lig ik op mijn... Kijk, soms lig ik op mijn zij. Dat vind ik soms ook wel fijn, als je dan pijn aan je been hebt of zo. En soms lig ik gewoon op mijn rug. Oké, de volgende. Ben jij iemand die geniet van een lekker avondje chillen op de bank? Of ben jij iemand die echt niet stil kan zitten? Nou, ik ben liever, ik kan niet stil zitten. Maar ook een avondje chillen op de bank, ja. Ja. Ik kan wel stilzitten, maar dat is gewoon, dat ga ik gewoon zo op mijn tablet, ga ik gewoon een Brawl Stars. Ja, dat doe ik ook. Ja, of ga ik op mijn telefoon Roblox of zo. Kan ook. Hij is nu aan het opnemen. Nou, hoi, ik ben Sophie en dit is Smee. En wij gaan vandaag de Lekker versus Vies Challenge doen met eten. Echt heel lekker. We hebben kruiden en aardbeien en wat we vies vinden. Augurken, zwarte olijven en peren. Ik hoop dat ik sowieso geen zwarte olijven of augurk ga krijgen. Hoeveel is wat? Hoeveel? Mag het één ding zijn? Ja, ik. Daar is die hoor. Rappapapa. Kijk maar. Ik mag, omdat jij te gast bent, mag jij kiezen. Moet ik hem vast duimen of houden? Het is misschien handig als iemand anders jullie dan filmt inderdaad. Moet ik dat doen? Ja. Ja, zal ik hem weer afhalen? Ik wil graag een lijn. Zal ik het zelf een stuk te afhalen? Ja. We gaan dus nu beginnen met ronde 1. Ja. Ja, je moet het doorslikken. Eerst nog een vraag. Je hebt altijd een enthousiast baas of baas. Ik vind het zielig voor je. Ik ga ook. Je hebt altijd een enthousiast baas. Nou, volgende ronde dan maar. En we hebben allebei iets lekkers. We hebben allebei iets lekkers, Arthur. Ik weet niet of jouw lijf het lekker vindt. Nou, dan heb je gelukt. Maar dan moet je even zwarte olijven doen. Jullie mogen ook zelf. Jullie mogen ook een middag. Mag ik? Ja. Welke vakantie? Ik heb het gevoel dat jij... Zou jij graag dus over... Winterkant. Kijk, Til. Nee, echt niet zien. Oh, dat is vals. Dat is lekker, dat smaakt gewoon precies hetzelfde. Nee, dit is lekker. Dat is lekker. Ja,
ook al gehad. En toen had Sophie ook de al gehad. Nou, het is wel duidelijk dat ik gewonnen heb. Nee. Maar meester, nu hebben we hem uitgedaan. Ik heb hem niet uitgemaakt. Mag ik? Ja. Meestal duurt het wel. Oké, ik mag hem houden. 3, 2, 1. Iemand heeft hem uitgedaan. Nee, ik ga het niet alweer eten. Jij willen bedanken en waarvoor? Dat vraag ik ook aan jullie. Oké. Jullie die er kijken. Ja, zeker. Stel je bent toevallig getuige van een ingenieus goed gelukte bankoverval. Je herkent er achter iemand die hier aan tafel zit. Wat doe je? Mag ik ook eens? Wat ik zou je ga doen? Killen en naar de politie brengen en vermoorden. Ja, dat ook. Dat is sowieso iets wat ik zou doen. Ik zou hem gewoon bij de politie aangeven en dan killen. Dus dan als je dan undercover agent bent, dan gewoon je pistool heel ongezien vasthouden. En dan gewoon dan daarna gewoon zo. Ja, oké. En zo. Nou, ogen dicht. Dan gaat de smee iets onder de kommen doen. Oké. Ik vind hem wel lekker. Lekker. Lusje peer? Lusje peer? Ja. Oké, dan hebben jullie allebei iets lekkers. Ik vind het ook wel lekker. Jullie hebben allebei iets lekkers gekregen. Nou, ruim alles maar even op. Nou, ronde 2. Jullie mogen. Het komt eraan. Het is er bijna. Eentje kan je bijna zien. Je hoeft niet op te eten. Vind je het? Vind je het lekker? Ja. Nee, nu mag je wel kiezen. En jij vindt het zeker lekker. Nou, je hebt weer allebei iets lekkers. Ik denk niet. Het is hetzelfde. Oh nee. Ik kom gewoon heel dichtbij. Waar ben je? Hé, hey, hoofd stop. Dat is de camera. Ik kan niet. Nou, waar ben jij? Ja, pas op, jongen. Meiden, er staat iets. Ik hoop het lekker. Eeuw. Ik denk ja. Moet ik op dat letten? Ik heb misschien. Ja? Oké. En moet ik hem nou gaan opeten? Ja. Oh nee, het is net degene die ik niet lekker vind. Ja, die is yeah. Je moet het eten. Nou, vooruit. Gedroogde abrikozen. Lekker. Oké, meiden. We zijn weer klaar. Wat zou je doen? Als je een dag onzichtbaar zou zijn, Timo, mag ik even wat zou je dan doen? Een bankoverval plegen. Ja! Nee, ik ga heel veel speelgoed stelen. Ik ga speelgoed stelen en naar de pretpark. Moet dan de camera kijken, hè? Je moet een week inzetten voor een goed doel. Voor welk goed doel ga je? Ja, ik zou gewoon heel veel dieren kopen. Ja, leuk! Dat zou ik ook doen. Heel veel geld geven aan dieren. Nee, heel veel geld geven aan dieren. Ja, die in nood zijn. Welke surfleiding zou je wel eens willen volgen? TikTok! YouTube! YouTube, oh ja, YouTube. Niks! YouTube!
YouTube en TikTok. Hoe milieubewust ben jij? Dus hoeveel geef jij om het milieu? Ja, heel veel. Ik ook heel veel. 100%. Nee, 10 miljoen%. 10 miljoen. Maar wat dan? En jij en jullie moeten nu reageren. In de reacties. Jij, Chris. Hoeveel? Dus wat? Hoeveel geef jij om het milieu? Ja, hoeveel geef jij om het milieu? Ja, oké. Okay. Heel veel, want het milieu is belangrijk dat het bestaat. Is belangrijk. Dat is heel belangrijk, want als het milieu heel slecht is, dan gaan we dood. Nee. Als de boom moet gewoon blijven staan, omdat van bomen krijg je zuurstof en van planten krijg je ook een beetje zuurstof. Ja. Dus je moet, daar moet je niet aan zitten, gewoon laten staan. Ja. Het is misschien handig als iemand anders zit die dat filmt. Ja, zal ik hem eraf halen? Nou ja, hoe dan ook. Hoe kom jij aan je dagelijkse beweging? Door te bewegen. Ja. Logisch toch? Nou, ja. Volgende vraag. Iedere keer, dit is een dilemma. Iedere keer als je boodschappen doet, neem je toiletpapier mee. Of je benoemt hardop alle producten die je cashier scant. Iedere keer als je boodschappen doet, neem je wc-papier mee. Ja, dat is ook nog eens handig. Ja, als ik moet poepen. Hoe zou jouw biografie heten? Dus volgens mij is dat een verhaal over je leven. Hoe zou die heten? Het leven van Sophie. Het leven van Esmee. Ja, logisch. Zou je nog door willen leren? Dus naar de universiteit gaan? Ja. Ja, want ik wil naar de modeschool. Volgende vraag. De spullen die je het meest gebruikt liggen iedere dag op een andere plek. Of je moet iedere dag een andere route naar je werk nemen. Nou, ik heb nog geen werk, dus de tweede. De tweede. Waar heb je voor het laatst een wandeling gemaakt? Hier. Want ik ging net uit de deur zo hier naartoe lopen. Oké. Nou, dat was het dan. Dus, doei. 3, 2, 1. Ja! Yay! Ja! Lekker! Ik heb een eierkoek. Dit is eigenlijk ook wel lekker. Laat alles. Ik heb eierkoek. Eierkoek? Niet te vreten. Niet te vreten. Ik vind hem wel lekker hoor. Jij hebt de goorste. 3, 2, 1. Ja! Yes! Lekker! Beer! Ik heb een haar bij. Yeah. Wat ga je daarmee doen? Laat even zien. En dan maken we het later. Ja. Toen gaan we kijken. Oké, 3, 2, 1. Nee, ik ga niet eten! Ja! Yeah! Yes! Gadver! Nee, moet eten! Dit zijn verrotte aardbeien! Nee, die moet je zeggen, is heel lekker.